Goedenavond, dames en heren, bij het slotwebinar Participatie voor Melikeveld. Mijn naam is Erna van Holland en ik ben uw gespreksleider voor vanavond. Wat is het doel van deze bijeenkomst? Ik zal even kijken of ik de presentatie door kan zetten. Hij gaat mij iets te snel. Oké, wat is het doel van deze bijeenkomst? En we hebben een tweetal webinars gehad. 1 op 4 en 1 op 8 maart. Daar hebben we een toelichting gegeven op de plannen. We hebben daarnaast ook nog enquête gehouden. En we hebben verschillende gesprekken zijn er gevoerd met verschillende stakeholders. En er zijn ook nog redelijk wat mensen die per mail hebben gereageerd. We willen u eigenlijk op hoofdlijnen dit terug gaan koppelen. Daarnaast wil het team laten zien wat ze met die verschillende opmerkingen hebben gedaan. Dus daar zal ook inhoudelijk op worden ingegaan. En daarnaast, dat doen we natuurlijk allemaal binnen de randvoorwaarden. Die worden nog eventjes nog voor de laatste keer ook toegelicht. En ik wil absoluut ook wijzen op het feit dat alles wat is ingebracht door alle partijen in het participatieverslag zal worden verwerkt. Dat geldt ook voor hetgeen wat vanavond nog binnenkomt. En wij werken eraan om te zorgen dat dat medio mei op de website beschikbaar komt. Het programma van vanavond. Fijn dat u in ieder geval weer aanwezige deelnemers hebben. Waarschijnlijk hebben die ook nog wel de eerste bijeenkomsten gevolgd. En ik kan mij voorstellen dat er nog een aantal binnenkomen gedurende de avond. We gaan starten met deze werkwijze en ook de randvoorwaarden om dat toch weer even voor het voetlicht te brengen. Vervolgens hebben we een drietal blokken. Het eerste blok gaat in op wat is er allemaal binnengekomen. Het tweede blok gaat over wat is er met dat input gedaan. Het derde blok is, hoe gaat het nu verder? Wat is de vervolgprocedure? En dan vervolgens ronden we af met een afsluiting en een hele korte evaluatie. Net als voorgaande avonden kunt u uw vragen kwijt in de chat. Dus dat is dat bolletje. Daar kunt u daadwerkelijk uw vragen in kwijt. Hier staan dat we twee keer bij u terugkomen met de binnengekomen vragen. Dat gaan we drie keer doen vanavond. Dus u kunt gerust daar uw vragen stellen. Weet even van dit programma, dan weet u ook wat wanneer aan bod gaat komen. En dan gaan we drie keer kijken in deze uitzending wat we daarop weer terug kunnen geven. Zodat we dat al zoveel mogelijk open zaken kunnen afsluiten vanavond. Ik heb een fantastisch team vanavond die mij weer gaat helpen. Ik ga eventjes het rijtje af. Ik heb mijzelf net voorgesteld. Naast mij ziet u Matthijs Vossen. Hij is ontwikkelingsmanager bij Leijgraaf en hij is de man die zo meteen alle vragen gaat doorspelen. Naast hem ziet u Martijn Segers, ontwikkelingsmanager bij de Leijgraaf. Hij zal met name alle procesmatige zaken voor zijn rekening nemen. En naast hem bovenin Dave Prevos. Hij is werkzaam als ecoloog bij de gemeente Roermond. En ook hij komt aan bod vanavond. Namens Bureau Lubbers hebben we een tweetal ontwerpers die ons gaan ondersteunen. Linksonder ziet u Marian de Vries. En daarnaast ziet u Marijn de Veer, haar collega. En last but not least, Linda de Wild, projectmanager namens de gemeente Roermond. Dus deze mensen ziet u vervolgens ook allemaal een rol krijgen in deze presentatie. Ik zou nu het woord willen geven aan Marian. Marian, kun je even terughalen voor ons van wat waren de randvoorwaarden die ook jullie als ontwerpers hebben meegekregen om eigenlijk dat raamwerk, het heet concept raamwerk stedelijke model, om dat te maken? Ja, dat kan ik. Ja, wellicht heeft niet iedereen meer exact op het netvlies wat we vorige webinar hebben besproken. Daarom nog even goed om te herhalen. Er is eigenlijk al heel lang, zijn de mensen betrokken bij deze locatie. Dus eigenlijk wordt er al sinds 1994 gesproken over ontwikkeling van woningbouw op deze locatie. En er is overeengekomen tussen de gemeente en Leijgraaf Midden-Limburg dat die 468 woningen gerealiseerd mogen worden. En daarbij is ook de opdracht om natuur- en landschapswaarde te integreren. Verder is het belangrijk dat de woning aan de Eindstraat en de bestaande landwegen worden ingebracht. Op het kaartje aan de rechterkant ziet u bijvoorbeeld een aantal kavels met de woningen. Die worden geïntegreerd in het plan. Er zijn diverse ontsluitingswegen om het gebied te ontsluiten op een goede manier. Er loopt een gasleiding dwars door het gebied. Daarop mogen we niet bouwen, dus die moet vrij blijven. We hebben te maken met diverse regelgeving waar we aan zullen moeten voldoen.
En we gaan de woningen zo maken dat ze passen binnen de woonvisie. Dus het heeft met name te maken met de woningcategorieën die hier gerealiseerd worden. Dus dat zijn eigenlijk de randvoorwaarden waarmee wij op pad zijn gestuurd. Dan klik ik nu even door. Het stedenbouwkundig raamwerk wat we de vorige keer hebben gepresenteerd. Dus u ziet hier eigenlijk het plan zoals we dat de vorige keer hebben gepresenteerd aan u. Dus nog niet het aangepaste plan. De ambitie is om een woongebied te maken waar je kan wonen in een natuurlijke setting. Het wordt heel nadrukkelijk ook een natuurinclusieve wijk. Eigenlijk gelegen tussen de stad Roermond. Tussen twee mooie gebieden als uitloopgebied. Het wordt een duurzame en gezonde leefomgeving met veel groen, ruimte om buiten je woning te gaan wandelen. Het wordt ook een inclusieve woonomgeving. En dat wil eigenlijk zeggen dat er voor jong en oud iets te kiezen valt qua woningen. En ook in verschillende prijskategorieën. Dus het is echt een gemengde doelgroep die we hier voor ogen hebben. En ook het programma, dat is toekomstbestendig. Deze wijk die zal niet van de ene op de andere dag gerealiseerd worden. Dus het is ook belangrijk dat we straks bestand zijn tegen nieuwe ontwikkelingen in de markt. Dus dat je ook nieuwe typologieën in kan voegen als daar behoefte aan is. Dat is ook de reden waarom gekozen is om dat raamwerk eens vast te gaan stellen. Zodat die flexibiliteit voor de toekomst straks ook gewaarborgd is. Dat klopt, ja. Dus eerst het kader en dan de invullingen. Prima. Nou, dan hebben we dat weer helder op het netvlies als we nu weer gaan kijken naar de reacties. Eventjes nog een aanvulling mijnerzijde. Mochten jullie vragen willen stellen, dan is het dat bolletje waar de vraagteken in staat. Dus er staat zo'n bolletje met een vraagteken. Daar kunt u uw vragen kwijt. Ik meldde al, er waren allerlei verschillende mogelijkheden om reacties te laten horen. De webinars, de enquêtes, en noem het maar op. Martijn, wat hebben jullie allemaal binnengekregen aan reacties? Ja, Erna, zoals jij al zei, al een heleboel. En wil ik graag even wat nader toelichten. Want naast de webinars waarbij vooral omwonenden bijvoorbeeld aanwezig zijn, hebben we ook een enquête uitgezet via social media. Over woonwensen van mensen die geïnteresseerd zijn om in een wijk als dit te gaan wonen. En die is 189 keer ingevuld. Dus dat is een fors aantal. Daar komt mooie informatie uit. Die zal ik daar ook wat nader toelichten. We hebben de webinars gehad. Eigenlijk samengevat 2 keer 50 deelnemers. Dus dan zijn er 50 huishoudens ingelogd. En daar zijn ongeveer 200 reacties uit binnengekomen. En het gaat van vragen, opmerkingen, meningen, standpunten. Later nog aangevuld met e-mail en brief. En dat zal allemaal gebundeld worden in het participatieproces. We hebben tussen de webinars door ook alle mensen die direct aan het plan wonen. Dus die met hun kavel grenzen aan de plangrens aangeschreven. En aangeboden om daar een en ander komen toelichten. En als er vragen zijn die nader met elkaar te bespreken. En dat heeft geleid tot een drietal huishoudensgesprekken, zoals we dat noemen. En we hebben gesprekken gevoerd met een heleboel stakeholders. Dat zijn meer de zakelijke partners die een belang hebben bij zijn ontwikkeling als dit. Denk dan bijvoorbeeld aan de GasUnie, het waterschapsbedrijf, Stichting Das en Boom of het gehandicaptenplatform. Dus daar zijn we druk mee geweest en er is heel veel belangrijke input uitgekomen. Even naar de enquête toe. Ik zei net al dat die 189 keer ingevuld is. En wat daarbij opvalt, vind ik wel interessant, is dat meer dan de helft woonruimte zoekt waar ze ook kunnen werken. Dus dat zal misschien wel ook gekoppeld zijn aan deze coronatijd. En dat 40% ook in de omgeving woont of werkt. 3% neemt deel aan een belangengroep en 5% doet dat anders. En we hebben die mensen een heleboel gevraagd in die enquête. Maar even de belangrijkste daaruit is misschien wel... Van, wat vindt u nu van dat groene raamwerk wat bureau Lubbers verzonnen heeft? Daar geeft eigenlijk 92% aan dat ze dat een 3, 4 of 5 qua beoordeling geven. De 3 zijn de voldoende en 5 zijn de zeer goed. Slechts 8% geeft aan dat ze dat groene raamwerk niet ziet zitten. Dus het merendeel van mensen die de enquête invullen zijn daar enthousiast over. En eigenlijk geldt dat ook voor het natuurinclusief bouwen.
Dus in die enquête hebben we nader toegelicht wat dat nou precies is, natuurinclusief bouwen. Nou ja, daar zie je ook een beetje datzelfde aantallen. Dus dat is bijna 89%. Ja, die vindt dat natuurinclusief bouwen goed, voldoende, tot zeer goed. En 10% ziet dat niet zozeer zitten. En wij kunnen achter aan de achterkant van die enquête ook zien waarom dat ze dat dan bijvoorbeeld vinden. Dus dat is heel mooi. Tijdens de webinars hebben we natuurlijk ook heel veel input gekregen. Ik zei net al, hè, 50 mensen deden daaraan mee. En ongeveer de helft deed steeds mee aan polls die we hebben ontvangen en vragen die we stelden. In het eerste webinar iets minder en in het tweede webinar heel veel over de woonsferen bijvoorbeeld. Nou, al die input die hebben wij gebundeld en samengevat zien wij dat er waardering terugkomt voor de natuurinclusiviteit en het groene raamwerk en de inpassing van groen. En dat bureau Lubbers het landschap als basis heeft gepakt en dat het toekomstige woongebied opgebouwd is uit verschillende deelgebieden die allemaal een eigen karakter hebben. Nou, dat wordt dus heel positief ervaren. Er zijn natuurlijk ook kritische opmerkingen. Ik denk, een van bij veel mensen wel bekend, woningaantallen, 468, kunnen dat er bijvoorbeeld niet minder zijn, of misschien wel helemaal geen. Het ontbreken van andere functies dan wonen in deze wijk wordt ook al als een gemis aangegeven. Er worden vragen gesteld over scholen, of mag ik aan huis werken, of een bedrijfje starten. Of komt er ook heel plat gezegd een frietentje. Ook onduidelijkheid over de energetische ambities van de woningen. Die is niet heel scherp aan bod gekomen in de webinars. Maar dat heeft ook te maken met het feit dat we een meerjarige ontwikkeling hebben. En gekoppeld zijn aan wet en regelgeving. En als laatste ook veel kritische noten over flora, fauna. En de ecologie die daar nu aan bezig is en gebruik van maakt. En hoe dat dan in de toekomst moet met deze ecologie. Nou, als we naar die waardering van het plan gaan kijken van dat raamwerk tijdens de webinars, hè, dus niet tijdens de enquête, nou, dan zie je dat 77% het plan, hè, dus het groene raamwerk, een voldoende of goed tot zeer goed geeft. Hè, dus dat is, ja, dat is een best wel hoog percentage. En 23% zegt, nou, weet je, ik vind het onvoldoende tot slecht. Dus het grootste deel staat achter dat groene raamwerk. En als we naar het tweede webinar kijken, waar het meer over wonen en over beeldkwaliteit ging, dan zie je bijna vergelijkbaar dat 73% het wonen en beeldkwaliteit, hoe wij dat willen gaan invullen, dat ze dat voldoende goed tot zeer goed vinden. Dat 27% dat onvoldoende tot slecht vinden. En natuurlijk met de tech clouds die tijdens de webinars zijn ingevuld, hebben we meer terugkoppeling gekregen over dat waarom. Dus dat staat weer vervolgens in het participatieverslag. Ik begon het al met een vaak ingevulde enquête, heel veel opmerkingen en input uit de webinars, brieven, e-mails en gesprekken. En dat heeft er tot geleid dat we de beantwoording hebben gerubriceerd in 17 categorieën, en dat zijn er een heleboel. En iedere categorie die heeft een verduidelijking in het participatieverslag. En het gaat dan over bijvoorbeeld opmerkingen over het raamwerk, landschap, de randen of het boswonen, aantal woningen, vallei, hoe zit het nu met milieu en stikstof, maar ook het woningbouwprogramma of de beeldkwaliteit en architectuur. Alles kunt u in dat participatieverslag helemaal teruglezen. En dit zullen daar de hoofdstukken in zijn, dus dan komen die u al direct bekend voor. Martijn, dankjewel. Ben je blij met zo'n groot aantal reacties? Ik zeg altijd, the more the merrier natuurlijk. Hoe meer input wij krijgen van zo'n divers mogelijke vlakken, hoe beter we het plan kunnen maken. Dus ja, heel erg blij. Ja, daar kunnen we ook echt wat mee. Dat zullen we ook wel in het webinar dadelijk zien. Waarbij ik wel moet zeggen dat heel veel over verduidelijking ging. En soms al op detailniveau zat waar wij nog niet zitten. Oké, dus dat is iets voor later. Aan de ene kant misschien ook wel logisch dat in een tweetal korte webinars je ook niet alles goed voor het voetlicht kan brengen. En aan de andere kant de verwachtingen die men heeft over hoe ver het dan uiteindelijk uitgewerkt is, wat jullie nu allemaal al weten.
Ja, kijk, we zitten nu nog op een raamwerk, een conceptraamwerk. En dan weten we nog niet op kadastraal niveau waar precies wat komt te lopen en waar welk boompje precies komt te staan. Maar dat zijn ook soms de vragen die gesteld worden. Maar er zijn wel weer mogelijkheden om dat in de toekomst natuurlijk concreet te communiceren. En zijn de eerste reacties ook aanleiding geweest tot meer gesprekken met mensen? Dus heeft het eigenlijk de boel op gang gebracht? Wij merkten dat we op een gegeven moment wel ook per mail goed gevonden werden, wat we heel fijn vonden, en ook per telefoon, en dat we ook nou ja, 's avonds bij een aantal omwonenden gewoon op de koffie zijn geweest en daar gewoon het gesprek met elkaar hebben gevoerd. Wat heel prettig was en wat altijd goede input leidde en altijd fijne gesprekken waren. Dus ja. Mooi om te horen, dankjewel. Zullen we nu dan ook overgaan tot wat hebben jullie gedaan met alle vragen en opmerkingen? Dan zien we hier eigenlijk weer de rubricering die ik net ook noemde, hè, met 17 hoofdstukken. En het feit dat we vandaag een uur tot anderhalf uur hebben, is helemaal onmogelijk om dan alles te behandelen. Maar we hebben de onderwerpen er wel uitgehaald die we het meeste terugzien. Die gaan over het raamwerk en dan vooral de grondstructuur. Dus daar zullen we daar ook wat meer over vertellen. Het gaat ook over het aantal woningen. Dus daar willen we daar ook nog even bij stilstaan. Wat verder nog veel voorkwam als vraag is, hoe zit dat nu met stikstof? En is er nu een MER noodzakelijk? En hoe ga je nou om met de flora en fauna? Komen we daar ook over te praten. We hebben de verkeersstructuur nog eens kritisch onder de loep genomen. Naar aanleiding van input die we hebben ontvangen. Er is ook veel gevraagd over woningen. Hoe komen die er nu uit te zien? En appartementen, kan dit wel in dit gebied? Zullen we ook daar ook meer over vertellen. En last but not least, ook wel de vraag, hoe krijg je nu de ambitie die je op gebiedsniveau uitspreekt? Dus dat raamwerk en de natuurinclusiviteit. Hoe krijg je dat dan ook in de woningen die je daar gaat realiseren? Dus daar willen we daar ook wat over vertellen in het hoofdstukje beeldkwaliteit en architectuur. En al die andere punten, Martijn, waar kunnen die mensen straks daar iets over terugvinden? Ja, medio mei dus op onze website, mijnmelikerveld.nl. Ook deze ga ik nog een paar keer halen. De presentatie, die is morgen al gelijk te downloaden. Want er zullen daar wat plaatjes langskomen. En daar kunnen we geen half uur bij stilstaan. Die kan je morgen downloaden en nog eens heel rustig bekijken. Oké, heel mooi. Dan laten we eens beginnen met jouw eerste onderwerp. En dat ging volgens mij over de woningbouwprogramma. Ik heb begrepen dat er toch wel een aantal mensen gereageerd heeft met veel minder woningen graag. Minder dan die 468. Sommige mensen hebben zelfs aangegeven geen woningen. Vertel, wat is jullie reactie erop en wat kunnen jullie hiermee doen? Vertel ik even als ik de dier erbij mag, precies. Dus de hoofdvraag, kunnen er geen of minder woningen worden gerealiseerd? En eigenlijk val ik dan wel even terug op de randvoorwaarden. En dat is dat we met de gemeente Roermond een afspraak hebben voor de ontwikkeling van maximaal 468 woningen. Wij kunnen ook aantonen dat er in de regio een woningbehoefte is. Dat is ook iets wat we voor het bestemmingsplan moeten doen. Dat staat in een woonvisie. En wij kunnen ook aantonen dat de interesse er op dit moment is. Dus de woningmarkt kent enorme krapte. En er hebben marktonderzoeken plaatsgevonden die aantonen dat er gewoon heel veel behoefte aan woningbouw in deze regio is. Nou, waarom 468? Een plan wat je realiseert moet ook gewoon economisch haalbaar zijn. Daar hoort dit getal qua woningaantal bij. Dan klinkt 468 als heel veel. Maar om even te spiegelen, als we Melikerveld, zoals we die nu in het raamwerk hebben zitten, leggen naast de reguliere nieuwbouw, dan kent Melikerveld een woningdichtheid van 16 woningen per hectare. En de standaard nieuwbouwwijk zit meestal rond de 25, 35 woningen per hectare. Dat wil zeggen dat wij meer openbaar groen, en zeker ten opzichte van het vorige plan, nu in het raamwerk hebben zitten. Meer specifiek komen er ook nog vragen over, hoe pas je de appartementen in? We hebben twee appartementengebouwen een nieuwe plaatsje gegeven. En wij onderzoeken op dit moment ook nog een andere positionering van het wonen in de vallei. Ik pak even de nieuwe laatste dier daarbij. Wat erg leuk is, wat uit het webinar terugkwam, zijn de hoogscorende woonsferen. Daar kunnen wij weer wat mee met ons beeldkwaliteitsplan. En eigenlijk zie je op deze dia
de woningen die de meeste stemmen hebben gekregen bij het boswonen. Nou, dan zie je een prachtige woning tussen de bossen liggen. De woningen die de meeste stemmen hebben gekregen bij het terraswonen. Dan zie je dat mensen zo'n veranda met uitzicht op een vallei wel heel erg mooi vinden. En het ook belangrijk vinden dat parkeren goed en groen ingepast wordt. Vallei wonen, nou, dan zie je een woningtype terugkomen. Wat ook wel zo'n veranda heeft, wat uitkijkt over de vallei. De boskamers die op een bepaalde manier ingepast worden. En de walwoningen, waar we daar ook nog even op terugkomen. En ik wilde ook even schakelen naar Marijn de Veer van bureau Lubbers. Om dit nog even wat nader toe te lichten en ook even op de volgende dia's in te gaan. Ja, dankjewel Martijn. Eigenlijk wat Martijn net ook al zei vorige keer, een enorme eensgezindheid eigenlijk onder de mensen die de poll hebben ingevuld, dat heel erg die woningen in het groen werden gewaardeerd. Woning, het liefst eigenlijk dat de woning ongeveer in het bos staat. Het groen ook echt op de kavel zelfs terug kan komen. De traditionele tuin, dat is bij sommige mensen ook wel achter zich gelaten. Die zagen zich wel zitten op een mooie veranda aan die vallei, dat eigenlijk de vallei de tuin was van die mensen. Je zag heel mooi terug dat mensen die eigenlijk die warme tinten van de architectuur konden waarderen. Dat zie je eigenlijk op bij bijna al deze afbeeldingen, veel met hout gewerkt. Aardse kleuren van wat donkere materialen die mooi opgaan in dat groen. En ook zeker bij die walwoningen, dat er ook wel wat bijzondere architectuur zou mogen komen. Het is een bijzondere plek in zo'n wal. Het mag ook wel aangeduid worden met andere architectuur. Daar gaan we daar ook nog iets dieper op in. Naar de volgende. Ja, dan waren er nog wat vragen gesteld over de appartementen. Van, nou, hoe zouden die er nu uit kunnen zien? En mocht dat niet te massaal in Melikenveld? En wij zijn van mening dat dat niet het geval is. Hier ziet u een aantal afbeeldingen van de appartementen. Het zijn echt kleine blokjes, drie lagen, maximaal vier lagen waar het raamwerk dat toelaat. Je ziet ook heel mooi op deze afbeeldingen dat drie, vier lagen, dat eigenlijk lager is dan de beplanting eromheen. Dus de bomen zijn eigenlijk hoger dan die appartementen. Juist met zo'n appartementenblok kun je ook echt het landschap heel dicht bij de gebouwen halen. In plaats van heel veel woningen naast te kijken, stapelen er een paar en daar krijg je veel groen voor terug. En je kunt ook tussen die gebouwen doorkijken naar het groen. Dus het is eigenlijk een heel mooi gebouwtje dat de gast is in het landschap. Dan ook over de positionering van de appartementen hebben we nog eens nagekeken naar al jullie opmerkingen en aanvullingen daarop. De vorige keer hadden we eigenlijk twee appartementenblokjes in de boskamer waar eigenlijk hier rechts bovenin waar de gele cirkel omheen staat. Nou, we hebben dat appartementenblokje nu iets verder van de bestaande woningen aan de Eindstraat gelegd, eigenlijk centraal in de boskamer, iets verder van de randen af. Daarmee is hij vanuit de omgeving wat verder weggelegen. Maar ook geeft het ons de gelegenheid om meer groen in die boskamer te realiseren. Dus het appartement, het blokje te gast in het groen tussen de bomen. Nou, het tweede appartementenblokje hebben we verplaatst naar de linkerkant eigenlijk van de vallei. Dat staat eigenlijk prachtig gelegen aan die vallei enerzijds. Anderzijds zit het ook mooi verscholen achter het bestaande bosje voor de omliggende woningen. Dus die omliggende woningen zien dat blokje eigenlijk niet staan. Maar de mensen die er wonen, die hebben wel prachtig uitzicht. Ten slotte hebben we nog een aantal appartementenblokjes gedacht aan de vallei. Dat is de onderste zone eigenlijk. Dat is ook een zone als zoekgebied. Er staan nu vijf volumes ingetekend, zoals u kunt zien. Dat worden niet allemaal appartementenblokjes. Dat kunnen zijn ook enkele van deze zullen ook rijwoningen zijn die prachtige veranda aan de vallei hebben. En daar zullen er ook enkele van zijn een klein appartementenblokje van maximaal vier lagen. Zodat het heel zorgvuldig eigenlijk is ingepast. Het is iets meer verdeeld over het plan en we hebben nog wat zorgvuldiger gekeken naar de bestaande woningen en ook naar de ligging in het plan en de zichtbaarheid van de appartementenblokken. En dan de walwoningen eigenlijk, waar ik net al over had, eventjes kort over had, die werden gewaardeerd. Zeker ook wel de plaatjes die we hadden, die wat bijzondere architectuur
hadden. We hebben nog eens gekeken van, ja, kunnen we die walwoningen wat toegankelijker maken. De vorige keer hadden we vooral patio woningen daar. We hebben nu een typologie, of een manier gevonden zodat er ook andere typologieën kunnen landen. Dat het ook een keer een vrijstaande woning of een geschakelde woning kan zijn. Iets meer ruimte voor een tuintje aan de achterkant van de woningen. Dus ook wat meer lichttoetreding in de woning, dus dat het net wat meer mogelijkheden gaat bieden. En uiteraard wordt die grondwal mooi groen ingepakt, wordt ingeplant met mooie bomen, struiken. Dus ook als je over de N-weg er langs rijdt, dan zie je eigenlijk al die groene kwaliteit van Melikenveld. Marijn, dank je wel. Ik zag zo een beetje net in die walwoningen. Is dat een manier om zowel woonkwaliteit ook als meer groen te kunnen realiseren in het plan? Ja, zeker. Juist door te bouwen in die wal kunnen we een bijzondere typologie maken. Dus dat is enerzijds al een kwaliteit. Dat het geen standaard woning kan worden. Maar ook door juist die wal enerzijds heel mooi groen in te pakken en er een aantal woningen in te plaatsen. Heel zorgvuldig kan er op andere plekken weer meer groen in de wijk worden gerealiseerd. Dus er is een mooie balans gevonden tussen woningen maken, maar ook die valleien echt een mooie mate kunnen geven. Waardoor die echt een centrale plek voor de wijk wordt. En ja, alle profielen ook groen te kunnen houden. Je gaf net aan, hè, nog wat nader onderzoek als het gaat over de positionering van appartementen. Levert dat ook een andere verdeling tussen grondgebonden woningen en appartementen op? Of is dat nog steeds wel een uitgangspunt wat gelijk is gebleven? De hoeveelheid woningen in de appartementen is gelijk gebleven. Het is vooral een zoektocht. We hebben zorgvuldig gekeken van als we met alle opmerkingen een andere positionering van die appartementen misschien tot net wat meer, nog meer woongenot en ook meer waardering van de buurt kan zorgen. Oké, Marijn, dankjewel. Dan gaan we nu even doorschakelen naar de groenstructuur. En dan gaan we Marianne de Vries vragen om hierop te reageren. Ik kan me herinneren, want ik heb ook door alle opmerkingen gekeken. Er waren heel veel vragen van, ziet er prachtig uit, maar kunnen jullie het waarmaken? Marianne, ik hoop dat jij in je beantwoording daarvan hierop in kan gaan. Ja, zeker Erna. Misschien kunnen we de dia erbij pakken ter illustratie, dat mensen wat mee kunnen lezen. Er waren inderdaad veel vragen over hoe maken we het gepresenteerde groene beeld waar. En wij kunnen ons dat ook heel erg goed voorstellen dat mensen daar vragen over hebben. Want vaak als je een nieuwbouwwijk ziet, dan is het allemaal kaal en dan zie je misschien 8 bomen in de straat. En je ziet soms meer lantaarnpalen dan bomen. Dus ik kan wel voorstellen dat mensen daar vragen bij hebben. En wij doen dat vaak anders in plannen. En dat begint ook straks met dat we na het bestemmingsplan ook een inrichtingsplan gaan maken. Dan gaan we kijken wat voor soort bomen moeten daar komen, hoeveel, hoe dicht staan ze bij elkaar. En dat kun je bijvoorbeeld in het beeldkwaliteitsplan doen, maar ook in het civiel-technisch uitwerkingsplan. En daar maken we met de gemeente ook goede afspraken over. En wat we verder willen doen is dat we samen met de Leidgraaf BV gaan onderzoeken of we misschien ook al delen van het groene raamwerk ook al eerder aan kunnen planten. Dus dat het ook wat tijd heeft om al te groeien. Moet je natuurlijk goed kijken dat dat de geschikte plekken zijn, dat er niet straks alles weer omvergereden wordt door bouwverkeer. Maar dat willen we gaan onderzoeken. En misschien wat het belangrijkste is dat we ook een bepaalde strategie hebben, waardoor we al in een vrij vroeg stadium een redelijk groen raamwerk kunnen maken. En dan zal ik een paar voorbeelden van laten zien hoe we dat al in andere plannen hebben gedaan. En dat is natuurlijk altijd beter dat je ziet dat het al ergens gerealiseerd is, dan dat het alleen maar papieren plannen zijn. Ik probeer nu even door te klikken. Ja, dit is een plan van ons. Dat is nu, denk ik, 15 tot 20 jaar oud. Maar in het linkerplaatje ziet u hoe het aangeplant was. Dat was in Sonnenbreugel, net boven Eindhoven. En op het rechterplaatje ziet u de beplantingsstrategie. En dat systeem wat we toepassen, dat is een systeem van wijkers en blijvers. En de blijvers, de naam zegt het al, die staan er tijdens het hele proces. En de wijkers, dat zijn de bomen die je er ook weer tussenuit zaagt. Dus we beginnen eigenlijk in fase 1 met veel jonge aanplant. Met gemengde soorten, bijvoorbeeld met berken, met eiken, met dennen. En met name die berken, die plaatsen we vrij dicht bij elkaar.
En omdat ze zo dicht bij elkaar staan, stuwen ze elkaar vrij snel op de hoogte in. Dus dan heb je al heel snel heb je een heel groen beeld. Dat zie je bijvoorbeeld bij fase 2. Dan gaan die bomen hartstikke snel de lucht in. Maar die langzame groeiers, die gaan natuurlijk niet zo snel mee. Maar doordat die snelle groeiers de eerste periode overbruggen, hebben die langzame groeiers, die hebben even de tijd om ook te groeien. En in fase 3, dan ga je een deel van die snelle groeiers, die dan echt te dicht op elkaar staan, die ga je er dan weer tussenuit halen. En op dat moment zijn de langzame groeiers, die hebben ook meer body en meer massa. En zo is eigenlijk een systeem dat je in elke tijd, in een hele periode, eigenlijk een heel groen beeld hebt. We zullen nu nog een aantal plaatjes van laten zien van de verschillen. Wellicht heeft u wel eens gehoord van het plan Monnikenhuizen in Arnhem. Op het linkerbeeld ziet u hoe het opgeleverd was. Het zijn nog vrij kleine berkjes. Maar je ziet wel dat ze heel erg veel zijn. Normaal gesproken zou je in zo'n straatje misschien 8 bomen planten. En wij hebben hier een stuk of 50 geplant in een straatje. En na 3 jaar zie je eigenlijk al dat ze flink de lucht in gaan. En dat ze ook eigenlijk al een hele groene waas door die straat heen maken. En na 5 jaar ziet het er echt al uit als volwassen groen. Dus dat gaat eigenlijk heel hard. Even proberen door te klikken. Ja. En dit is nog een keer dezelfde wijk, het Zand in Sonnenbreugel. Je ziet hier links hoe het opgeleverd werd. Dus vrij kleine berkjes en dennen. Je ziet op de achtergrond een bestaande groen. Hè. Dat is veel groter. Maar na 5 jaar dan krijgt het al echt massa. En dan krijg je echt al een groen beeld. En achterin dat beeld ziet u eigenlijk al ook dat de auto's dan al uit het zicht zijn. En dit is echt flink anders dan in de meeste Finex-wijken, waar je na een jaar of 10 zelfs nog het gevoel hebt van het is hier net aangeplant. Dus hier willen we ook graag in overleg met Leijgraaf om te kijken van hoe kunnen we dit beeld nu zo snel mogelijk maken. Nog een vraagje van mijn kant. Hè? Van waar blijven de wijkers? Wat gaan jullie daarmee doen? Een deel van de wijkers die moet echt wijken. Dus een deel van de bomen wordt er ook echt tussenuit gezaagd. En dat is ook echt iets wat je moet communiceren. Want die moeten eigenlijk ook weer ruimte maken voor die langzame groeiers. Omdat die ook weer volume krijgen. Dus dat is echt ook een strategie. Om die andere bomen ook meer ruimte te geven. En om echt ook die tot volle wasdom te laten komen. Dus maar kan ik me dan letterlijk? Ja, dat snap ik. Hè? Maar kun je, nou, ik denk aan dat circulaire. Dat is nu toch ook een woord wat je vaak hoort. Is het dan ook mogelijk dat die dingen versnipperd worden en dan weer op paden terecht gaan komen in het gebied? Of moet ik me erbij voorstellen? Ik vind dat een fantastisch idee. Je zou er ook gewoon hoopjes van kunnen maken waar insecten of egels een schuilplek vinden. Of misschien kunnen we wel stapschijven van zagen. Dat kinderen daar ook overheen kunnen spelen. Dus lijkt me een goed idee. Ja, leuk om toch iets op in het gebied te houden, zeg maar. Zeker, dus het worden gewoon melkenveldberken. Laten we dat doen. Spreek wel. Okay. Hartstikke mooi. Dankjewel. Martijn, dat even over de groenstructuren. Dan gaan we even door naar het onderwerp. Je raakte het net ook even aan. Parkeer, verkeer en ontsluiten. Daar waren wat vragen over. En kun jij even vertellen wat daar de hoofdlijnen in waren? In wat mensen daarover gevraagd of gezegd hebben? Ja, Erna, dat kan ik. En dat is denk ik handig als ik de dia even op het beeld krijg. Even kijken, de vorige zelfs. Wat de belangrijkste vragen eigenlijk van de omwonenden zijn als het gaat over verkeer, parkeer en ontsluiting, is welk effect heeft deze ontwikkeling nu op de straat waar ik woon? En dat kan de Dirksbergenweg zijn of kan de Kitskensdal zijn. Hoe gaat het werken en botst dat dan niet met recreatief gebruik op dit moment van bijvoorbeeld de Raadhemmerweg, omdat daar veel gewandeld wordt? Nou, als eerste kan ik daarbij stellen dat we geen doorgaand verkeer of een ontsluiting van Melikerveld voor autoverkeer of gemotoriseerd verkeer via de Kitskensdal of via de Dirksbergenweg hebben opgenomen in het plan. Dus dat wil zeggen dat die verbindingen alleen voor wandelaars, fietsers, misschien een brommer is. Er zal een paaltje staan, zodat natuurlijk wel de brandweer en ambulances er eventueel doorheen kunnen als dat moet. Maar geen ander verkeer.
Wat ook nog bleek uit de vraag is dat in de vorige webinars dat parkeren nog niet helemaal duidelijk was. En ook de interne ontsluiting in het gebied zelf. Hoe werkt dat nou precies? Waar gaan mensen parkeren? Waar reist het plan binnen? Hoe moet zo'n aansluiting op de Heinsbergerweg nu eruit zien? En daarvoor hebben we de volgende dia gemaakt. En wil ik graag even het woord aan Marijn de Veer van Bureau Lubbers geven om die nader toe te lichten. Ja, dankjewel Martijn. We hebben inderdaad nog eens kritisch naar de ontsluiting gekeken. Maar ik zal eerst even heel kort weer even terughalen hoe de ontsluiting in elkaar zit. Je hebt eigenlijk twee toegangen. Eentje via de Heinsbergenweg, eentje via de Eindstraat. Daar kom je binnen, dus via het Kitzingsdal. Zoals Martijn net al aangaf, niet. Dat kunt u ook op deze tekening zien. Dat zijn eigenlijk de zwarte lijnen, zijn de routes voor auto's. Het verschil ten opzichte van het vorige plan is dat... jullie waardering voor dat groen, de bomen zo dicht mogelijk bij je woningen, dat we dat nog wat verder hebben kunnen aanzetten door bijvoorbeeld de weg langs de vallei aan de noordkant te schrappen. Dat is echt een route worden alleen maar voor langzaam verkeer, fietsers, voetgangers. Waardoor die mensen daar echt direct aan de vallei wonen en de vallei ook echt net wat meer ruimte heeft gekregen. Een ander voorbeeld van het parkeren, hoe we daarmee omgaan. We hebben echt parkeren. Wel vaak in de straat hadden we in de vorige versie, wel allemaal tussen het groen. We hebben er nu naar gezocht of we dat parkeren niet net op een andere manier kunnen oplossen, zodat minder in het straatbeeld, nog minder rijk aanwezig is en nog meer ruimte hebben eigenlijk om het groen aan te planten. Dus aan de noordkant hebben we eigenlijk die bosweg, daar zit die dubbele rood-zwarte lijn. Daar hebben we eigenlijk het parkeren helemaal weggehaald en verplaatst eigenlijk tussen de woningen in. Dat worden een mooie parkeerstraatje aan de achterkant tussen de woningen die je eigenlijk niet ziet vanaf de straat. En daardoor is eigenlijk dat echt een boslaan geworden in plaats van een bosweg. Dus echt nog groener geworden. En dan inderdaad de Ratonnenweg. Hier op deze kaart ziet u de ontsluiting van de aantal boskamers die daar aan liggen. Die ontsluiten direct op de Ratonnenweg, want het gaat om een bescheiden aantal woningen. Dus de verkeersintensiteit zal daar iets toenemen, maar beperkt. Waardoor wij denken dat het conflict tussen fietsers, voetgangers en automobilisten gering zal zijn. Maar dat gaan we toch ook verder onderzoeken of onze ideeën daarover, of die ook kloppen met de werkelijke situatie. Dus eigenlijk kort samengevat, we hebben minder verharding gemaakt, meer ruimte voor groen en het parkeren verder uit het zicht gehaald. Ik hier nog wat plaatjes om het verhaal van wat Marianne net heeft verteld. Van hoe gaan we dat groene beeld nou waarmaken? Nog wat extra kracht bij te zetten. Dit zijn eigenlijk vier plaatjes van verschillende plannen die door Bureau Lubbers, door ons bureau gemaakt zijn. Dan ziet u echt eigenlijk dat we altijd heel zorgvuldig met het parkeren omgaan. Dus als het in de straat gebeurt, dan gebeurt het wel tussen het groen. Dus het wordt ook echt ruimte gemaakt voor groen. En dat is eigenlijk in Melikenveld niet anders. Dus deze plaatjes die kunnen we in Melikenveld ook waarmaken. Het plaatje linksboven ziet u eigenlijk een heel mooi groen profiel. De straat is vrij smal en is nog verder versmald door juist met grasstenen te werken. Er zijn mooie groene bermen waar niet in geparkeerd wordt, doordat we daar op een slimme manier bijvoorbeeld achter de woningen kunnen parkeren. En daarmee heb je eigenlijk een heel mooi straatje waar de kinderen op straat kunnen spelen. Het groen komt volledig tot zijn recht. En in de achtergrond zie je heel mooi dat groen van zo'n boskamer. Dus dat we echt dat beeld wat we beloven, dat we dat ook al wel vaker hebben toegepast. Mooi, dankjewel Marijn. Ik heb nog wel even een vraag aan jou. Want ik kan me herinneren dat er ook wel wat vragen waren over hoe houden we de brommers en de scooters tegen. Is daar iets tegen te doen dat jij weet? Nee, het gaat routes die zijn toegankelijk voor langzaam verkeer, voor fietsers, voetgangers, maar ook voor brommers. Dus zo'n paaltje houdt geen brommer tegen. Je kunt er met een bocht werken, maar dat werkt ook niet met handhaven. Dus ik denk, die brommer die hoort er ook gewoon bij. Mensen gebruiken ook een brommer. Maar de auto die wordt er wel tegengehouden. Ja, dus je kunt hooguit kijken in het ontwerp om het iets te ontmoedigen. Maar veel meer is dan eigenlijk toch niet mogelijk. Ja, klopt. Oké, dankjewel. Volgens mij is het nu tijd om te kijken naar vragen die zijn binnengekomen. Want we zijn al een tijdje onderweg. Ik ga even schakelen naar Matthijs, want Matthijs heeft de vragen in beeld. Dus hij kan ons aangeven of er ook een vraag of aantal vragen nu zijn waar we nu in de webinar antwoord op kunnen geven.
Ja, het is nog vrij rustig op de chat, moet ik eerlijk toegeven. Dus dat betekent volgens mij dat het verhaal heel helder is. En dat we zoveel mogelijk alle vragen al geantwoord hebben. Ze komen natuurlijk ook terug in het participatieverslag. Een vraag die voorbij komt, eigenlijk de eerste vandaag, is hoe wordt rekening gehouden met het naastliggende crematorium? Wordt het aangesloten, verbonden met de wijk? Of hoe zien jullie dit als knelpunt? Ik denk dat het goed is om Martijn te vragen om hier antwoord op te geven. Martijn, mag ik jou het woord geven? Zeker. Ik wou daar in het volgende deel van de presentatie ook op terugkomen. Want het crematorium is natuurlijk een bedrijf wat uitstoot. En daarmee bedoel ik in lucht, geur en ook geluid. En ook licht. Dus daar moeten we gewoon rekening mee houden bij onze bestemmingsplanprocedure. Kom ik daar nog even op terug. En als die vraag ontsluiting betreft, dan is het dat die ontsluiting niet via een Melicker veld zal lopen, maar gewoon via de bestaande infrastructuur zoals die er nu is. Oké, dankjewel. Matthijs, heb je toch nog, ondanks het beperkt aantal vragen, nog iets anders wat we nu in het webinar gaan beantwoorden? Ja, klopt. Het is ook leuk om te zien dat er mensen zijn die vragen hebben over van, ja, ik wil daar wel wonen. Wat gaan de woningen kosten? En waarom maken mensen bezwaar? Hebben die wel een dak boven hun hoofd? Kijk, dus dat is wel grappig om te zien. Een vraag van een totaal andere orde. Martijn, maar volgens mij hoort die ook op jouw bordje thuis. Hoeveel een woning gaat kosten, dat durf ik nog niet te zeggen. Ligt natuurlijk aan in welke fase dat we die bouwen. En of mensen die erop reageren een dak boven hun hoofd hebben, weet ik niet. Wat iedereen denk ik wel weet, is dat er op dit moment toch wel bijzonder krapte op de woningmarkt is. Daar zal de Melicker Veld wel aan bijdragen om die enigszins te ontlasten voor de regio Roermond. Het is toch zo dat er redelijk divers woningaanbod komt, hè? Zowel zeg maar als gestapeld en type woningen, maar ook in de prijskategorieën? Ja, dat klopt, Erna. We hebben in de fases die we over een aantal jaren willen uitvoeren, eigenlijk in iedere fase van alle woningtypes een aantal woningen zitten en dan ook nog verspreid over meerdere prijskategorieën, zodat we een zo breed mogelijke vraag kunnen beantwoorden voor de toekomstige geïnteresseerden. En hoe kunnen belangstellende voor woningen zich laten horen bij jullie? Wat is daar de beste wijze voor? Wat kunnen ze het beste doen? Ja, op dit moment gewoon even reageren via mijnmelikerveld.nl. Maar goed, het proces wat we moeten doorlopen, zodat ik er ook wat over vertellen, zal nog wel enige tijd duren. Maar dan hebben we in ieder geval een naam en blijven ons via het social Facebook kanaal en via onze website gewoon in de gaten houden. Oké, dat lijkt me een goed advies. Nog één, even terug naar Matthijs. Heb je nog één vraag die we nu mee kunnen nemen? Het is een kritische vraag. Er wordt gevraagd van, waarom worden er niet minder dan 468 woningen gebouwd? Het is al een paar keer genoemd, zeg maar, dat de tegenstanders dit vinden. Wat doen jullie hiermee? Ergens moet geschrapt worden. Oké, Martijn, toch ook weer voor jou denk ik deze vraag. En misschien moet je uitleggen hoe je die economische haalbaarheid, hoe komt dat tot stand? Want ik geloof dat dat wel een van de belangrijkste argumenten is, ook voor het woningaantal. Ja, kijk, uiteindelijk kost een wijk realiseren en als ontwikkelaar zijn wij verantwoordelijk voor het hele proces. Participatie, maar ook een bestemmingsplanproces. Wij moeten de gronden aankopen, wij moeten de openbare ruimte inrichten. Al die kosten moeten ook weer gedekt worden uit de woningen die we verkopen. En dat is een fragiel evenwicht, laat ik het even zo noemen, om de kosten te dekken met de opbrengsten die uit zo'n ontwikkeling komen. En daar hebben wij gewoon 468 woningen voor nodig. Dus dat aantal gaan we ook echt nodig hebben om deze wijk economisch haalbaar te maken. En klopt het dat, want er komen ook goedkopere woningen in. Ik heb toch ook begrepen dat in Leijgraaf zitten ook corporaties. Ik kan me voorstellen dat een sociale huurwoning levert natuurlijk wat minder grondopbrengsten op dan die duurdere woningen. Dus dat door het realiseren van een sociaal programma heb je ook daardoor een wat groter programma nodig, denk ik. Ja, het is een balans om het niet te plan-economisch te maken, maar het klopt. Verschillende woningtypes hebben verschillende
vraagprijzen en dus ook verschillende opbrengsten die we bijdragen aan de inrichting van het gebied, even heel kort gezegd. En daar moeten we dus ook mee rekenen mee. Ja, ze helpen dus ook om die hoge kwaliteit van het groen ook waar te maken wat jullie voor ogen staan. Ja, ook. Dus het is een hele ingewikkelde rekensom die je daarvoor moet maken. Oké, Martijn, bedankt voor jouw toelichting. Misschien dat ik jou ook nog vast kan houden zometeen, want we gaan door met nog wat meer onderwerpen, hele andere onderwerpen, zoals beeldkwaliteit en architectuur. Hoe wordt er ook gezorgd dat die sfeer van dat groen, dat groene mooie raamwerk wat wordt voorgesteld, ook weer in die architectuur terugkomt? Kun jij daar ons wat meer over vertellen? Zeker. Het is natuurlijk superbelangrijk dat die sfeer die je voor je wijk ambieert, dat die ook gewoon in de woningen terugkomt. En dan wil ik even vragen om de dia in beeld te brengen die daarbij hoort. Dan klik ik hem even door. Eigenlijk is daar het beeldkwaliteitsplan het belangrijkste instrument voor. Marianne heeft daar net ook al even wat over verteld, dat wij binnenkort aan een beeldkwaliteitsplan gaan werken. En daarin leggen we eigenlijk vast hoe we met inrichting van het openbaar gebied omgaan, welke materialen we daarin willen gebruiken, maar ook welke sfeerbeelden bij de architectuur passen en welk materiaal gebruik bij de architectuur past die we voor die 468 woningen voor ogen hebben. En het gaat dan over erfafscheidingen, maar ook gevelafwerkingen. En of dat nou bakstenen of hout wordt, ik durf daar nu nog niks over te zeggen. We hebben wel heel veel input daarvoor gekregen uit de webinars en de enquête die we hebben gehouden. Dus die zal daar zeker onderdeel van worden. Dat beeldkwaliteitsplan dat gaat eigenlijk gelijktijdig met het bestemmingsplan ook in procedure. Dus daar kan ook gewoon op gereageerd worden door iedereen die daarin geïnteresseerd is. Dus ja, dat is eigenlijk de formele vaststelling. Naast dat wij als leidraadmiddelen gewoon ambiëren dat het geheel van de wijk klopt. Dus zowel het raamwerk als de woningen die daar gebouwd worden. Mooi, dankjewel. Ik heb ook begrepen dat er best veel vragen zijn binnengekomen die allemaal met milieu van doen hebben. De MERG, je hebt hem al eerder genoemd, hè, de milieueffectenrapportage voor diegene die dat nog niet wist. Stikstof, noem het maar op. Kun jij even vertellen, ik kan me voorstellen dat je nu nog niet alles weet, maar hoe gaan jullie met die vragen om en wanneer komen ze een keer aan bod? Heel veel dingen weten we natuurlijk wel. Zo haalde ik net al aan, joh, dat crematorium, wij moeten gewoon bij een bestemmingsplan aantonen dat de beoogde ontwikkeling past binnen de wet en regelgeving van dit moment. Nou, voor een crematorium betekent dat bijvoorbeeld dat we onderzoeken moeten doen naar geluid en naar geuruitstoot. En dat mag geen invloed hebben op de mensen die daar in de nabijheid wonen. En ja, in dat bestemmingsplan zullen we een heleboel onderzoeken moeten doen. Ik heb even een lijstje toegevoegd hier onderaan de dia. En dat gaat van externe veiligheid. Nou ja, er ligt een gasleiding door het gebied. We zullen moeten onderzoeken dat mocht daar onverhoopt ooit in de toekomst iets fout gaan, dat dat geen invloed heeft op de mensen die er komen te wonen. Explosieven uit de Tweede Wereldoorlog, maar ook grondwater. En hoe gaan we met het water om wat met neerslag in de wijk valt. Archeologie. Er ligt misschien wel een archeologische verwachtingswaarde. Geluid vanuit de Heinsbergenweg en vanuit de N293. Ze moeten eigenlijk op alle facetten aantonen dat het past binnen de wet en regelgeving van dit moment. Een wijk als dit heeft geen MER nodig. Dus die milieueffectenrapportage die is niet nodig. Als we even naar woningbouw kijken, dan gaat dat echt alleen om de hele grote ontwikkelingen. En dan zijn het niet meer buurt of wijken, maar zijn het eigenlijk stadsdelen. Groter dan 100 hectare of meer dan 2000 woningen, vliegvelden, havens, stations. Over zo'n onderwerp moet je dan nadenken. Waar ook veel vragen over gesteld worden en terecht natuurlijk is, joh, hoe zit het nu met stikstof in relatie tot de ontwikkeling in Melikerveld? Daar is een heleboel over te doen geweest de afgelopen jaren. Onlangs is daar een nieuwe wetgeving over vastgesteld. En kort samengevat geldt dat de nieuwe ontwikkeling mag ten opzichte van de huidige situatie, dus bedenk op dit moment is het agrarische grond die bemest wordt. Bemest staat er onbekend dat dat heel veel stikstof uitstoot. Dat mag per saldo geen toename in de stikstofdepositie, heet dat heel chic, maar gewoon de stikstofuitstoot veroorzaken. We hebben al gerekend dat dat ook niet zo is.
even terugblikkend op het vorige bestemmingsplan wat dus vernietigd werd. Dat is niet vernietigd omdat de rekensom niet klopte, maar omdat in de rekensom naar de PAS, het programma aanpak stikstof, verwezen werd. En daarvan zei de rechter, ja, dat mag niet meer. Dus met de nieuwe stikstofregels verwachten wij daar geen belemmering voor. Ja. Wacht maar even, Dave. Maar ik heb begrepen dat er heel veel mensen belang hechten aan met name de dieren die er nu al in het gebied zijn. En ze maken zich zorgen of die dieren er nog kunnen blijven met de planontwikkeling die is voorgelegd. Het leek ons verstandig om Dave daarvoor het woord te geven, omdat hij ecologisch bij de gemeente Roermond. Dave, ik geef jou even het woord. Ja, dankjewel, Arna. Wij zijn ons natuurlijk allemaal bewust van de natuurwaarden die in het gebied aanwezig zijn. En we zijn ons ook bewust dat we hier op een goede manier mee om zullen moeten gaan. Iedereen of veel van de mensen die op dit moment aangesloten zijn, zullen natuurlijk bekend zijn met de DAS binnen het gebied. Op dit moment bevindt zich een DAS in het gebied en die heeft hier zijn verblijfplaats. En de vraag die dan leeft is, hoe gaat het dan met deze DAS verder? Ja, het leek ons vooral heel erg belangrijk, omdat als je de randvoorwaarden in acht neemt, ook vanuit kansen te gaan denken. Want de wijk wordt gerealiseerd en daarom is het allicht beter om dit als een kans te zien, om deze wijk als voorbeeldfunctie te laten dienen voor een natuurinclusieve wijk. Dus dat betekent dat we hier gaan omdenken van een agrarisch gebied met natuurwaarden, waaronder de DAS en ook mogelijk een aantal roofvogelsoorten, naar een wijk waar weer andere diersoorten hun thuis kunnen vinden. En dan noem ik bijvoorbeeld de gierzwaluw, waar Roermond heel erg onbekend is. Maar ook de huiszwaluw die op verschillende plekken een kolonie heeft binnen de gemeente. Maar ook soorten als de huismus, waar het op dit moment gewoon helemaal niet zo goed mee gaat. Al dit soort diersoorten zouden een mooie plek kunnen krijgen in een natuurinclusieve wijk, waar ook heel erg op in wordt gezet binnen Melikerveld. Dit is natuurlijk ook een van de randvoorwaarden. Maar om nu weer helemaal scherp op het netvlies te krijgen welke soorten er in Melikerveld op dit moment aanwezig zijn, wordt er op dit moment een nieuwe quickscan uitgevoerd. En deze quickscan richt zich dus weer op alle natuurwaarden die mogelijk aanwezig zijn binnen het gebied. En afhankelijk van deze resultaten zullen ook weer aanvullende onderzoeken worden uitgevoerd die dan vervolgens aan moeten tonen of de soorten die verwacht worden in het gebied, want dit wordt bij een quickscan onderzocht, ook daadwerkelijk in een gebied voorkomen. En voor alle beschermde diersoorten zijn we natuurlijk allemaal gebonden aan de wet natuurbescherming. En dan zal een ontheffing aangevraagd moeten worden. En er moeten ook voldoende mitigerende en compenserende maatregelen getroffen worden die ervoor zorgen dat deze soorten binnen het gebied of buiten het gebied weer voldoende leefgebied krijgen, om niet in een voortbestaan bedreigd te worden. Daarbij zijn er ook veel opmerkingen binnengekomen over de verbindingszone tussen de Mijnweg, het Natura 2000 gebied de Mijnweg, en het Roerdal. En er worden op dit moment overleggen gevoerd met onder andere de provincie Limburg en het Roerdal, de gemeente Roerdalen, om te onderzoeken of er een andere verbindingszone gecreëerd kan worden ten oosten van de N293, die er dan weer voor moet gaan zorgen dat de Mijnweg nog steeds verbonden is met het Roerdal. En op al dit soort manieren proberen wij zo goed mogelijk rekening te houden met de natuurwaarden en proberen we ook nieuwe kansen te creëren voor stadsnatuur en de natuurinclusieve wijk genaamd Melikerveld. Ja, Dave, ik heb ook begrepen dat er wat onduidelijkheid is, hè, waar die Natura 2000, dat gebied nou precies ligt. Valt Melikerveld er nou in of ligt het ernaast? Kun je dat nog verduidelijken? Nee, Melikerveld maakt geen onderdeel uit van een Natura 2000 gebied. Dat ligt naast het Natura 2000 gebied, het Roerdal. En iets verder ten noorden bevindt zich het Natura 2000 gebied, de Mijnweg. Dus Melikerveld maakt er geen onderdeel van uit. En vanuit jouw rol als ecoloog en beleidsmedewerker heb jij ook met alles voor in die omgeving ook van doen. Hè? Dus jij kijkt ook breder dan alleen Melikerveld. Ja, ik ben nauw betrokken bij het proces omtrent ecologie. En dit blijf ik ook, want ik wil me als ecoloog natuurlijk ook vanuit mijn intrinsieke waarden inzetten voor een zo goed mogelijke natuurinclusieve wijk hier. Dus ik blijf betrokken. Dankjewel. Ja, nee, hartstikke mooi. Dankjewel voor de toelichting. Martijn, kunnen jullie in totaal even een blik geven over wat jullie gedaan hebben, hoe de planaanpassingen zijn, zodat mensen nu even een totaalbeeld kunnen krijgen?
Graag, graag, want er is veel te woord gekomen. Zou ik graag even de dia bij willen. Ik heb nou twee dia's die eigenlijk alles samenvatten wat we voorgaande nou, bijna uur besproken hebben. En eigenlijk komt het erop neer, ik moet even eentje terug, dat we heel veel waardevolle input hebben gekregen. Dat kan die kritische noot zijn of dat idee om het nog beter te zijn. Ik vind al die input waardevol. Het grootste deel gaat over verduidelijking. Dat snap ik ook, want een webinar is niet de meest ideale manier om alles toe te lichten. Op dit moment helaas wel de enige mogelijke manier. Maar het gaat over woningdichtheid, over inpassing van appartementen, over die groenstrategie die Marjan net heeft toegelicht, flora en fauna en alles wat daarbij hoort, ontsluiting en hoe komt die sfeer bijvoorbeeld van het openbaar gebied dan ook weer terug in de woningen. Dus ik hoop dat dat duidelijker is geworden door dit webinar. Als dat nou niet is, heel simpel, mail ons en dan bel ik of kom ik een keer langs en dan lichten we dat gewoon nog een keer toe. We onderzoeken ook nog een aantal zaken. Dus dat eerder aanplanten van groen, dat is toch wel iets wat we heel veel horen. En wat misschien wel deze ontwikkeling extra uniek kan maken. Hè? Want dat gebeurt eigenlijk niet. Vaak zegt men, nou, we gaan de wijk per fase ontwikkelen en daar planten we een aantal bomen bij. Maar we hebben misschien in dit gebied wel een kans om al bomen vooruit te planten, op wat voor manier dan ook. Dus dat gaan we echt heel serieus onderzoeken. Vinden we een heel goed idee. Ook de andere situering van de woningen in de vallei. Die vallei kan daardoor misschien nog beter worden, nog ruimer van opzet, nog rustiger. Of misschien nog wel beter om als recreatie te dienen. Dus ook dat onderzoeken we. We kregen ook veel terug over het gebruik van de Ratemoorweg. Die schijnt toch heel erg recreatief gebruikt te worden. Zeker nu dat mensen als corona, door corona heel veel thuiswerken. Is het een zogenaamde ommetjesweg geworden misschien wel. Dus dat gaan we nader onderzoeken. En we gaan ook nader onderzoeken hoe we die verkeersstromen, hoe we die inzichtelijk krijgen qua aantallen en hoe we die ook op een verantwoorde manier over die weg kunnen voeren, zodat ze elkaar niet bijten, zal ik maar even zeggen. Flora en fauna, nou, is lopend. Dave Prevost zei het net ook al, de quickscan loopt, er worden gesprekken gevoerd met stakeholders, met de gemeente Roerdalen, met de provincie, lopend proces. En natuurlijk alle onderliggende bestemmingsplanonderzoeken die nodig zijn, die worden opgestart. Dus er wordt ook een heleboel onderzocht. Maar ook een aantal dingen hebben we gewoon direct doorgevoerd. En dit is misschien wel het belangrijkste kaartje. Ook wel dat kaartje van ik zei, nou, misschien moet u dat morgen ook nog eens even heel rustig terugkijken na het webinar. Ik kan het geen half uur op het scherm laten. Maar dit is het plan zoals we het nu hebben. En daarin hebben we de input doorgevoerd die we net het afgelopen uur besproken hebben. En de belangrijkste daaruit zijn dat we de appartementengebouwen op een betere positie hebben gezet. Marijn gaf het net al ook aan, midden in de boskamer, waarbij niemand last heeft van privacy, waarbij het op een dusdanige manier ligt dat het ook amper zichtbaar zal zijn vanuit de omgeving. Of juist net op een hoekje waar niemand ziet dat het er ligt, maar wel het uitzicht heel mooi is. Als tweede, we hebben getracht die vallei nog rustiger te maken door de weg die oorspronkelijk aan de noordzijde van de vallei grensde te verwijderen. Daar hebben we een trottoir van gemaakt. Dus de mensen die daar in de toekomst komen te wonen, die wonen letterlijk met hun voordeur aan de vallei. Dan kunnen we hele toffe woningtypes maken waarbij mensen bijvoorbeeld vanuit de veranda over die vallei kijken. En juist aan de achterzijde van hun woning, tussen de bouwblokken in, parkeren en hun achtertuin ontsluiten. Waardoor het parkeren op de Bosstraat, die daarboven ligt, ook weer een stuk rustiger wordt. Die kunnen we daar ook weer vergroenen, dus dat is een win-win. Zoals ook al net al gezegd, heel duidelijk, geen doorgaand verkeer, geen doorgaand gemotoriseerd verkeer richting Kitskesdal en de Ratemoor. En de Dirksbergenweg, daar staat een klein type foutje. Dat is gewoon een gegeven bij deze vastgelegd. En we hebben natuurlijk de grondwal op een andere manier ingericht, waardoor we andere en beter bij de regio passende woningtypes kunnen realiseren. Maar waardoor we ook meer differentiatie door de verschillende fases van deze ontwikkeling krijgen. Daardoor kunnen we ook in iedere fase een aantal levensloopbestendige woningen bijvoorbeeld aanbieden. Waar ze in het verleden allemaal langs de geluidswol geclusterd waren. Dus in een notendop is dat wat we hebben meegekregen, wat we nog onderzoeken en wat we direct hebben doorgevoerd. En dat is verbeeld in de plankaart die daarnaast staat. Martijn, dankjewel.
Denk ik nog een mooie mogelijkheid om even te kijken of er vragen zijn. Ik heb al begrepen dat één vraag is van voor wie werkt Dave? Nou, Dave werkt voor de gemeente Roermond, mensen. Dus ik hoop dat ik die duidelijkheid nu even in kan brengen. Matthijs, ik schakel wel even naar jou. Zijn er ondertussen naar aanleiding van deze tweede deel van de presentatie nog vragen binnengekomen? Ja, er zijn inderdaad vragen binnengekomen en die gaan dan ook met name over de ecologie. Een vraag die voorkomt is van wie verzorgt nou die quickscan? Welke ecoloog doet dat? Is dat Dave of is dat een andere ecoloog? En ja, gaan die echt op elke soort in of hoe zit dat nou in elkaar, zo'n quickscan? Ik kan me voorstellen dat we eerst even Lijngraaf aan het woord laten anders, en dan kan Dave nog even aanvullen. Martijn, jij bent de opdrachtgever voor die ecoloog. Hoe doe je dat? Ja, dat klopt. Nou, in dit geval hebben we in overleg met de gemeente een ecologisch bureau gekozen. En die gaan in opdracht van ons een aantal dagen door het gebied lopen en onderzoeken welke dieren en welke beschermde dieren daar gebruik maken van dat gebied. Dat doen die helemaal neutraal, dus vanuit een ecologisch perspectief. En moeten dat ook volgens wettelijke regels doen. En zij koppelen ons gewoon heel, heel simpel terug. Oké, wij verwachten dat er deze soorten zitten. Dit moet je nader onderzoeken. En dat zijn stappen die we moeten volgen. En dat doen we in overleg met de gemeente. Dus betekent dat Dave zeg maar zo'n rapport nog dan te zien krijgt en daar nog verder zijn commentaar op kan geven? Ja. Oké, dus dan is die rolverdeling daarmee duidelijk. Dankjewel. Matthijs, andere vragen? Ja, het loopt misschien nog een beetje op de zaken vooruit, maar er komt al een vraag binnen van hoe wordt omgegaan met mogelijk bouwlawaai? Wanneer start de bouw en hoe wordt dat voorkomen? Oké. Misschien is dat goed om dat aan het eind nog even op te pakken, nadat we eigenlijk over de fasering en proces nog wat aantal zaken hebben gedaan. Weet je, hou jij hem vast, Matthijs? Dan gaan we nu eventjes naar de vervolgprocedure. En dan doen we daar nog even een rondje vragen die we allemaal bij elkaar kunnen pakken. En dan ga ik nu het woord geven aan Linda de Wild. Linda is procesmanager bij de gemeente Roermond. Ze kent dit project al heel erg lang, dus ze weet van alle ins en outs. En ze gaat ons even meenemen met even terugkijken en vooruitblikken. Dus Linda, aan jou het woord. En ik vraag de regie om even de presentatie eentje door te zetten. Dankjewel. Dankjewel, Erna. Ja, als het over procedure gaat, dan heb je natuurlijk altijd waar kom je vandaan, waar sta je nu en waar wil je naartoe. Dus vandaar ook nog even een korte terugblik op de historie. Marjan gaf het er straks ook al aan. Merkerveld heeft een lange historie. Al sinds 1994 staat de locatie te boek als potentiële woningbouwlocatie. De huidige bestemming, dat is daar straks ook al aan de orde geweest, is agrarisch met landschapswaarde. Met name in het eerste webinar en ook in de schriftelijke reacties werd nog wel verward met natuurgebied, wat natuurlijk iets anders is. Dus het plan heeft een lange geschiedenis. Zo'n 20 jaar geleden was het de bedoeling om samen met de gemeente Roerdalen zo'n 700 woningen te gaan realiseren. Uiteindelijk is dat plan niet verder gekomen en is een jaar of 10 geleden het plan dat anderhalf jaar geleden door de Raad van State vernietigd is tot stand gekomen. Met het bestemmingsplan Melkerveld dat in 2016 is vastgesteld. Nou, Martijn gaf het ook al aan. De Raad van State heeft in 2019 dat bestemmingsplan vernietigd. Niet op basis van de stikstofberekeningen, maar op basis van het gebruik van het programma aanpak stikstof. Kortweg de PAS genoemd, wat niet meer als basis mocht dienen. En in de realiseringsovereenkomst die wij voor het plan hebben gesloten met Lijngraaf, daar wordt ook voorzien in een dergelijke situatie. Hè? Dus als er een kink in de kabel komt door een gerechtelijke uitspraak. En dan wordt ook aangegeven hoe je daarmee om moet gaan. Dan moet je namelijk onderzoeken of je het gebrek wat door die vernietiging tot stand gekomen is, of je dat kunt herstellen door een planaanpassing te onderzoeken. En dat is ook wat er de afgelopen anderhalf jaar gebeurd is. Misschien de volgende. Het stedenbouwkundig raamwerk, dat is heel belangrijk, want dat vormt straks de basis voor het nieuwe bestemmingsplan Melkerveld. Nou, hoe heeft dat traject zich voltrokken de afgelopen periode?
Leijgraaf heeft een nieuwe adviseur ingehuurd. Hè. Dat is bureau Lubbers geweest uit Vught. Een bureau wat zich richt op landschapsarchitectuur en stedenbouw. Dat heeft Marianne vorige keer ook toegelicht. Hè. We maken eerst een groen raamwerk en dan plaatsen wij daar de bouwblokken in. Dus daar komt een eerste concept, dat is uiteraard met ons besproken door Leijgraaf samen met Lubbers. We hebben dat intern ook besproken en we hebben dat uiteraard teruggekoppeld aan ons college en aan de commissie ruimte. Dus toen ontstond er al een wat meer vervolmaakt concept. Nou, met dat concept zijn we het participatie-communicatietraject ingegaan, wat de afgelopen 2 maanden heeft gelopen. En waarin u hebt kunnen reageren op de plaatjes die zijn gepresenteerd. Dat heeft u ook in grote getalen gedaan. Daar is Martijn ook al op ingegaan. En dat is natuurlijk heel goed. Want een plan ontwikkelt zich dan. En je kunt met die inbreng natuurlijk weer een volgende stap zetten. Dat hebben we ook gedaan in een aanpassing van het concept. Wat zojuist is toegelicht. En een terugkoppeling aan alle deelnemers die inbreng hebben gegeven met het webinar van vandaag. We gaan ook terug naar de commissie Ruimte. Die is natuurlijk ook bijzonder geïnteresseerd hoe dat participatie-communicatietraject is verlopen. Dat doen we volgende week. En dan is het de bedoeling dat we uiteindelijk in de raad van juli de raad vragen om het stedenbouwkundig raamwerk vast te stellen. En voor die vaststelling vindt dan ook nog een commissievergadering plaats op 23 juni, waarin de commissie ook nog een keer over het plan spreekt. Dan gaan we ervan uit dat we een vastgesteld stedenbouwkundig raamwerk hebben. En dat vormt, zoals we al zeiden, de basis voor het bestemmingsplan met die maximaal 468 woningen. Nou, de onderzoeken die worden op dit moment geactualiseerd. Daar is Martijn ook al op ingegaan. En goed, voor het ene onderzoek is dat natuurlijk wat gemakkelijker dan voor het andere. De dynamische onderzoeken, verkeer, flora en fauna, die vragen meer tijd dan bodem of archeologie. Als er niets gebeurd is dan marsplantjes planten, dan mag je ervan uitgaan dat er in de archeologie niet zo heel veel gewijzigd is ten opzichte van eerdere onderzoeken. Maar juist die dynamische onderzoeken, die hebben natuurlijk hun tijd nodig. En dat moet ook zorgvuldig gebeuren. En daar hebben we ook alle vertrouwen in dat gebeurt. En parallel aan dat traject, dan beginnen we natuurlijk ook, of begint Leijgraaf, want zij zijn daarvoor verantwoordelijk, maar uiteraard in overleg met ons, van een van concept van de stukken, dus de regels. Daarin wordt bepaald wat er binnen die verschillende vlakken allemaal voor bouwmogelijkheden zijn. Daar proberen we ook een bepaalde mate van flexibiliteit in te brengen, omdat zo'n bestemmingsplan, dat duurt over het algemeen 1 jaar of 10 voordat zo'n plan is gerealiseerd. Nou, een paar jaar geleden hadden we ons niet kunnen bedenken dat we nu massaal zouden thuiswerken. Dus dat betekent ook dat er andere wensen van toekomstige bewoners zijn. Wie weet wat ons de komende jaren nog te wachten staat. En dan zou het natuurlijk mooi zijn als we een bestemmingsplan hebben dat daar voor een deel wellicht al op ingaat. En dan moet uiteraard een plankaart komen. Dat noemen wij in planologische termen de verbeelding. En een toelichting die beschrijft alle onderzoeken die er gedaan zijn in korte hoofdstukken. Zodat je niet hele pakken papier hoeft te verslinden om een beeld te krijgen wat er voor dat bestemmingsplan allemaal is onderzocht. Als dat allemaal is afgerond, dan zou de procedure kunnen starten met het ter inzage leggen van een voorontwerp of een ontwerpbestemmingsplan. En wanneer dat gebeurt, ja, dat hangt met name af van de voortgang van de onderzoeken. En we hopen dat dit jaar nog zal zijn. Maar de zorgvuldigheid van de onderzoeken gaat boven de snelheid om het plan in procedure te brengen. Volgende dia graag. Ja, beeldkwaliteitsplan, dat is ook al een aantal keren aan de orde gekomen. Nou, ik heb hier nog even op de sheet de definitie van een beeldkwaliteitsplan gezet. Een beeldkwaliteitsplan is een plan dat wordt opgemaakt om de beeldkwaliteit in landschappelijk coherente gebieden te behouden en te versterken. In het plan moeten randvoorwaarden en ontwerprichtlijnen voor de inrichting van de publieke ruimte geformuleerd, evenals uitspraken over de gewenste beeldwaarde van de bebouwing in relatie tot de publieke ruimte. En als je naar die definitie kijkt, dan zie je dat een gebied als Melikerveld zich natuurlijk bij uitstek leent om zo'n beeldkwaliteitsplan op te stellen.
Nou, hoe komt dat tot stand? Dat begint ook met een concept. Dat zal worden opgesteld door bureau Lubbers. Dan krijg je natuurlijk ook de inbreng van derden. Belanghebbenden, belangstellenden. Nou, dat is met name in webinar 2 natuurlijk ook gebeurd, waar die beeldkwaliteit nadrukkelijk aan de orde is gekomen. We hebben daar als gemeente natuurlijk zelf ook een beeld bij. En we overleggen met de commissie beeldkwaliteit, die dat plan uiteindelijk als toetsingskader voor de beoordeling van plannen zal gebruiken. Dus het is ook wel belangrijk om bij hen ook te sonderen of zij daar een goed gevoel bij hebben. Een beeldkwaliteitsplan loopt mee in de bestemmingsplanprocedure, dus inbreng kan eventueel ook in dat traject nog plaatsvinden en het wordt tegelijkertijd met een bestemmingsplan vastgesteld door de gemeenteraad en vervolgens opgenomen in de gemeentelijke nota beeldkwaliteit en dient dan als toetsingskader bij de planbeoordeling. Dat was het, Erna. Ja, Linda, dankjewel. We gaan zo ook over weer naar de vragen. Maar misschien toch die vraag die we net hadden, ging van proces en planning. Martijn, kun jij, ik weet hoe ingewikkeld het is, zo'n bestemmingsplan. En de vraag is ook nog, wanneer ga je starten met bouw? Maar kun je er al iets over vertellen? Eigenlijk wat Linda net ook zei. Hè? Dus goed, we werken aan de onderzoeken. En goede onderzoeken maken het proces korter voor ons. Dus dan hopen we het wel dit jaar nog ter inzage te kunnen leggen. Maar en bouw dan? Wanneer, ja, ik kan me voorstellen dat de omwonenden denken, wanneer gaat de spa de grond in? Ja, dat is natuurlijk afhankelijk van heel veel, Erna. Best case zit je dan 2023. Oké, dus dat duurt toch nog wel een tijdje. Ja, en kijk, in die fase en zeker als die momenten naderen, maar daar wil ik daar nog wel even wat over vertellen, dan zal de communicatie nog veel uitvoeriger zijn richting omwonenden natuurlijk. Oké, dankjewel. Matthijs, heb jij ondertussen nog andere vragen binnengekregen die we nu nog even bij de kop kunnen pakken? Dat gaat eigenlijk met name toch weer even in op die ecologie. En misschien kunnen we dat wat beter toelichten nog. Want er wordt getwijfeld aan de afhankelijkheid of onafhankelijkheid van de ecoloog. Dus wie beoordeelt nou die quickscan? Wie stelt die op? En hoe gaat dat nou in zijn werk? Nou, dan wil ik toch Dave vragen hoe dat normaal gesproken in zijn werk gaat. Ook door wat initiatiefnemers doen en wat zijn rol daarin is. Dave, zou jij daar wat toelichting op kunnen geven? Ja, tuurlijk, Erna, dat kan ik. Ik heb het vooralsnog nog een keer uitgelegd. De quickscan wordt uitgevoerd door een onafhankelijke partij. Die quickscan brengt inzichtelijk welke soorten er mogelijk in een gebied aanwezig zijn. Wanneer het hier gaat om beschermde soorten, dan worden er aanvullende onderzoeken uitgevoerd. En als beschermde soorten worden aangetroffen... en deze zullen moeten wijken voor de ontwikkeling, dan is hiervoor een ontheffing nodig. En de ontheffing daarvoor is de provincie bevoegd gezag. Ik zelf controleer alleen op de correctheid van de quickscan en of hier mogelijk zaken in gemist zijn. En zodra het aankomt op de daadwerkelijke beschermde soorten en de ontheffing die hiervoor nodig is, dan is de provincie bevoegd gezag en zullen zij de toetsing overnemen. En nou waren er vragen over, is zo'n bureau wat je inhuurt, is die wel objectief genoeg? Wat zijn jouw ervaringen? Hoe werkt dat? Ja, deze bureaus zijn zeker objectief te noemen. Laten we ervan uitgaan dat elke ecoloog vanuit eenzelfde belang handelt. En dat is het belang van de natuur. En dat zij vanuit dat belang ook de toetsing uitvoeren. Oké, dankjewel Dave. Matthijs. Andere vragen? Ja, er komt ook eigenlijk zojuist nog een vraag binnen. Van vindt er naast dit overleg, wordt er ook nog overleg tussen de gemeente en de burgers gevoerd over dit plan? Linda, lijkt me wel een mooie vraag voor jou. Wanneer mogen ze met de gemeente praten over dit plan? Deze exercitie met dit participatie-communicatietraject is natuurlijk al in het licht van de omgevingswet die ooit een keer zal worden ingevoerd, waarbij initiatiefnemers de consultatie van belanghebbenden en belangstellenden voor hun rekening nemen.
Dus dat gebeurt in dit traject. De participatieverslag is straks nadrukkelijk onderdeel van de stukken die ook naar ons bestuur gaan ter vaststelling. In het bestemmingsplantraject zullen wij ook nog weer een inloopbijeenkomst organiseren. En dan staan uiteraard ook de reguliere wegen om te reageren open. En dat is de echte tervisielegging, we dat normaal, hè? Ja, ja. En dan kunnen mensen zienswijzen indienen. Ja. Oké, perfect. Dankjewel. Matthijs, nog iets dringends wat we nu bij de kop kunnen pakken? Er komt nu een vrij kritische vraag. Er zijn 468 woningen nodig om het project haalbaar te noemen. Ja, er wordt eigenlijk winstgevend geschreven, maar ik noem het even haalbaar. Is dat te rijmen met natuur inclusief wonen? Martijn, misschien wel een goede vraag even voor jou. 468 wonen en natuur inclusief bouwen, gaan dat samen? Daar hebben we uitvoerige studies naar gedaan samen met bureau Lubbers. Die hebben daar ook meer ervaring mee op andere locaties in de landen. Die referentielocaties staan overigens straks ook in de verslaglegging. Maar ja, dat kan. Hè. We hebben een heel groot oppervlakte, wat we de vallei noemen, waar we ruimte hebben voor de fauna, zeg maar, en voor de flora. Maar ook in de opstallen, dus de woningen die we realiseren, ook daar zullen we maatregelen treffen. En dat kan variëren van nestkasten tot insectenhotels, tot misschien wel groene daken op bepaalde delen van de wijk. Zodat we zowel de... Ik noem maar even de planten en de beestjes en dieren faciliteren. Ja. Oké, en met die, jij gaf het ook aan, die geringe dichtheid van woningen, is er in feite ook meer ruimte voor groen dan bij een normale uitbreidingswijk? Ja, dus er is meer ruimte in die vallei. En wij voorzien ook nog in de woningen die we maken voor diverse maatregelen. En daarmee krijg je een natuurinclusief geheel. Oké, dankjewel. Matthijs, ruimte voor de laatste vraag. Heb je er nog eentje? Een laatste vraag die nog binnen is. Wordt er ook rekening gehouden met sport en spel en outdoor sportvoorzieningen? Omdat die er steeds meer behoefte aan is. Oké, het lijkt me wel een leuke voor een van de ontwerpers. Want die hebben natuurlijk in het ontwerp. Ik moet even kijken of Marijn of Marianne graag het antwoord wil geven. Wie mag ik het woord geven? Lekker me nemen, Marijn. Dus, prima. Marianne, kom jij er maar in. Even kijken. Ja, dat is natuurlijk, die vallei is natuurlijk een fantastische plek om ook outdoor sportvoorzieningen te doen. Daarbij willen we wel proberen om het recreatieve gedeelte echt aan de rand te houden. Dus in het eerste webinar hadden we ook beelden dat er loopt een recreatief pad, echt aan de noordrand van de vallei. En dat is natuurlijk een fantastisch pad om over te lopen, maar ook bijvoorbeeld om over te skileren of te skaten. En je kunt ook denken aan, Erna noemde het net ook, de omgevallen boomstammetjes. Dat zijn natuurlijk ook fantastische aanleidingen om je oefeningen te doen. Of stapstenen of rek- en strek oefeningen. We denken dat er zeker ruimte voor is. En dan straks in de uitwerking van het plan zal er ook meer aandacht voor komen. We zitten nu echt nog op hoofdlijnen. Maar dit soort onderwerpen die pakken we straks ook bij de kop uiteraard. En zijn speelvoorzieningen voor kinderen, die horen er dan daar ook bij? Uiteraard, ja. En ook daar proberen we echt aan te sluiten op de natuurlijke en de groene kwaliteiten. Dus wat ons betreft is dat niet de standaard wipkip. Maar proberen we ook natuurlijke uitdagingen voor de kinderen te maken. Misschien het omgevallen boomstammetje of dat je ergens fruit kunt plukken of gebruik kunt maken van de wadies. Waar je dan wat kunt spetteren met water, dat soort dingen. Kunnen mensen dat straks ook terugvinden in dat beeldkwaliteitsplan waarover is gesproken? Ja, zeker. Het is een van de onderwerpen die... we gaan straks een beeldkwaliteitsplan maken per deelgebied. Of tenminste, het zal opgedeeld worden in hoofdstukken per deelgebied. En een van de onderwerpen is daar ook de openbare ruimte. En een onderdeel van de openbare ruimte is uiteraard spelen. Oké. Marianne, dankjewel.
Beste mensen, dat was even de laatste ronde rondom de vragen. Dus dat betekent dat we het daar even bij laten. En dan wil ik nu het woord geven aan Martijn. Want jij hebt nog even wat te vragen volgens mij in dit webinar. Ik geef jou even daarvoor het woord. Ja, dank je Erna. Ja, te vragen. Kijk, de webinars, hè, dit is het laatste webinar. Maar het proces eindigt niet. Wij willen heel graag in gesprek blijven met omwonenden en ook geïnteresseerden en mensen die hier in de toekomst willen wonen. En daar willen we een klankbordgroep voor oprichten. En dan is het handig als ik even de dia in beeld krijg, kunnen mensen ook meelezen. En het doel van die klankbordgroep is eigenlijk het informeren over de planontwikkeling. In welke fase dat dan ook is. Hè? Ik zei net ook al, nu is dat nog de bestemmingsplanfase. Ooit wordt dat misschien wel de bouwfase en hoe je met je routing van het verkeer omgaat. Maar ook ophalen van input en ideeën om andere dingen nog slimmer in te richten. Of misschien wel specifieke wensen van mensen die hier in de toekomst willen wonen. Nou, we willen gewoon in gesprek gaan en blijven. En dat willen we 4 tot 6 keer per jaar doen. Dat heeft natuurlijk wel te maken met in welke fase een plan zich bevindt. En daar zoeken we geïnteresseerden voor. En dus ook echt met een oproep om aan te melden als je dat interessant lijkt. Kan gewoon via een mailtje naar info@mijnmedelijkerveld.nl. Komt die in de e-mailbox van mij en Matthijs terecht. En dan pakken wij dat op. En wie zoeken wij? Nou ja, eigenlijk gewoon een evenwichtige mix van omwonenden. Dus het Kitzkensdal, Dirksbergenweg, de Eindstraat. Misschien ook wel toekomstige bewoners en andere stakeholders die zich op een bepaalde manier verbonden voelen met deze ontwikkeling. En dan hoop ik dat we dat tegen die tijd weer in een zaaltje kunnen doen. Maar we willen daar niet al te lang mee wachten. Dat is ook wel iets wat we terugkrijgen vanuit alle opmerkingen die we ontvangen hebben. Van ja, hoe gaat het nog verder? Op welke termijn? En kunnen we in gesprek blijven? Dus ja, dit is daar eigenlijk de oproep voor, Erna. Dus ik hoop dat die aankomt bij iedereen. En dat we op korte termijn een aantal aanmeldingen ontvangen. Kun je nog even uitleggen wat je bedoelt met een evenwichtige mix? Kijk, eigenlijk willen we van alle doelgroepen wel een aantal mensen. En dan geven we tegenwoordiging van 20 man uit de Dirksbergenweg en 15 uit Kitzkensdal en 1 toekomstige bewoner. Maar dat moet een beetje in balans zijn om een goed gesprek te kunnen voeren, weten we uit ervaring. Dus als mensen geïnteresseerd zijn, meld je aan. Wij zullen wel iedereen benaderen. En dan kijken hoe we dat evenwicht er op een bepaalde manier in krijgen. Daar is geen harde regel voor, want ik wil er 1 uit ieder deel. Nee, maar het moet wel een beetje in een gezonde verhouding zijn. Oké, Martijn, hartstikke bedankt voor je toelichting. Beste mensen, wij zijn toe aan de afsluiting van deze avond. We hebben geprobeerd jullie zoveel mogelijk informatie te geven, verduidelijking te geven naar aanleiding van jullie vragen. Er is ook een toelichting gegeven op de planaanpassingen. Zoals gezegd, deze presentatie, maar ook de presentaties van 4 en 8 maart zijn allemaal terug te vinden op de website. En zoals ook gezegd, alles wordt verwerkt in het participatieverslag. En daar wordt heel hard gewerkt. Hier staat eind april, begin mei, maar in ieder geval medio mei staat het zeker op de website. Wat ik begrepen heb, wat men voornemens is te doen, is een nieuwsbrief ook op regelmatige basis uit te brengen. Laat ook via mijn mailijke veld weten of u daar interesse in heeft. En dan blijft u goed op de hoogte. Ik heb alleen nog 1 laatste vraag aan u. En dat gaat volgens ook de chat, dus via de vragen. Zou u ons daar een cijfer voor de beoordeling van de inhoud van deze webinar willen geven? En gewoon zoals een rapportcijfer werkt, dus 1 als het heel slecht is en 10 als het uitstekend is. Wij zouden het toch wel fijn vinden om op deze manier toch nog een klein beetje rekening, zeg maar gevoel te krijgen met hoe deze webinar is overgekomen bij de mensen die hieraan hebben deelgenomen. Ik wil u allemaal bedanken voor alle moeite, zeker de mensen die alle 3 de webinars hebben gevolgd. Ook voor de bijdrage, alle inzendingen van reacties. En ik wil ook het team bedanken voor uitstekende voorbereidingen en goede presentaties. En niet op de laatste plaats, fantastisch bedankt aan de techniek die dit allemaal nu mogelijk heeft gemaakt. Volg alles verder via de website en ik hoop dat Leijgraaf u nog op allerlei manieren
terug kan komen en tegen kan komen. Bedankt voor deze bijeenkomst en ik wens u nog allemaal een hele fijne avond toe. Tschüss.